Zoals jullie wellicht weten, trappen we in Nederland elk politiek seizoen af met Prinsjesdag. De troonrede waarin de plannen van het nieuwe jaar bekend worden gemaakt. Nou, zo'n traditie kent Europa eigenlijk ook. Dat heet de State of the Union, waarin de voorzitter van de commissie, Ursula von der Leyen, een speech houdt in het Europese parlement en daar haar plannen presenteert voor het nieuwe jaar. Helaas, zonder festiviteiten en hoedjes, dat wel. Een belangrijk jaar, een jaar dat vooral natuurlijk in het teken staat van COVID-19, het bestrijden daarvan, maar ook van de gevolgen en effecten. Het behouden van banen voor mensen, maar ook het creëren van nieuwe banen. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om de verdeling van een vaccin. Andere uitdagingen liggen op het terrein van migratie. Hoe zorgen we ervoor dat we aan de buitengrenzen controle kunnen houden op wie we toelaten en vooral ook de aantallen. Maar ook als het gaat om de bescherming van onze liberale vrijheden. Zowel van buitenuit, als kijkend naar China en Rusland, maar ook van binnenuit, als het gaat om Hongarije en Polen. Thema's die ook prominent op de politieke agenda voor het komend jaar staan, waar ik in ieder geval mijn best voor ga doen, zowel in het Nederlands belang als in het Europees belang, en waarvan ik ook zeker weet dat Europa hard aan gaat werken.